Sorry jongens, ik heb niks onder de kurk, want de alcoholreclame is afgeschaft. Bijstandsmoeders, als het aan de graaf lag, had ze wiskas. Er zal nog eens blijken dat president Botha van Zuid-Afrika in de afgelopen week uiteindelijk zichzelf heeft opgehangen. In Borselen krijgen ze opslag, zij wel. Vanavond in Farce Majeur. Schoudervullingen. Hoelameisjes. Wilde huisartsen. Kruisraketten. Psychotherapeuten. Rumbonen. Lubbers. En pompstations. Meneer schijnt nogal een groot gevoel voor humor te hebben. Nou ja, het is toch zeker ook belachelijk. Het is goed dat de regering daar eens een keer wat aan gaat doen. Ja, en ik zelf als winkelier zijnde ben het daar volkomen mee eens. Wat bedoelt u eigenlijk? Dat jullie binnenkort het grootste gedeelte van al deze spullen niet meer mogen verkopen. Waar komt u dan bij, meneer? Kom ik daarbij? Ja. Binnenkort mogen jullie alleen nog maar dingen verkopen die wat met een auto te maken hebben. Maar meneer, al deze artikelen hebben met auto's te maken. Oh ja? Wat heeft dit met een auto te maken? Een pop? Die is voor de kinderen, die ze vervelen achter in de auto. Ah, oh, dan is dat zeker ook voor de kinderen, hè? Drank en auto's. We hebben alles met elkaar te maken, meneer. Waarom zou anders het blaaspijpje zijn uitgevonden, hè? Hier. Paraplu, is dat wat met een auto te maken? Meneer, zonder een paraplu kunt u bijna de auto niet meer uit tegenwoordig. En een rolpozet papier? Zonder dat kunt u na noodstop de auto eigenlijk niet meer in. Daar is de servet zeker ook voor, hè? Nee, dat is voor het peilen van uw olie. Hier, een hondenriem. Maar meneer, een hondenriem doet denken aan een hond. Een hond doet denken aan vervuiling. Vervuiling doet denken aan pernis. Pernis doet denken aan benzine. En zonder benzine kan u niet rijden. Kan zeker ook niet rijden zonder tompoes, hè? Tompoes doet denken aan een strip. En een strip doet denken aan Donald Duck. En Donald Duck doet denken aan een lelijke eend. En een lelijke eend is een... Ach, dat weet u wel, meneer. En Kerry, wat heeft Kerry dan wel met autorijden te maken? Kerry komt uit India. En met India hebben wij uitstekende banden. En zonder uitstekende banden kunt u niet rijden. Je praatje is goed, maar je poesje deugt niet, hè? Jullie maken op deze manier van je tankstation toch zeker een supermarkt? Meneer, binnenkort verkopen wij helemaal geen super meer. Daar valt geen cent meer aan te verdienen. Een tankstation waar je niet eens benzine meer kan kopen? Nou, breek mijn klomp. Meneer, geen nood. Een klomp, gemaakt van hout. Hout komt van een boom. Een boom heeft last van zure regen. Zure regen wordt veroorzaakt door... Ik heb vanochtend weer een half uur lang in het knelpunt van Nelis Miskroes gestaan. Wordt het niet eens tijd om... Ho, meneer, ho. Er valt genoeg te klagen in dit land. Maar in dit geval past dankbaarheid. Langzaam rijden en stilstaand verkeer. Tussen Wiegen en de brug bij Ewijk, 5 kilometer. A58, zuidelijk rondweg Breda in de richting Rotterdam. Eens een goede sfeer in het ochtendspitsverkeer. Al die zure stuurse koppen, nee, die zie je nu niet meer. Iedereen lijkt wel veranderd, heeft iets stralends in de blik. Er wordt links en rechts gewoven, er zijn mensen in hun schik. Het is een wonder boven wonder, mensen, wat hier is gebeurd. Steeds meer files, maar er wordt niet meer gezeurd. Want die files zijn het tastbaar resultaat van het feit dat het hier langzaam economisch beter gaat. Al zo sprak Nelly Smit, bedenk dus even dit. Stilstaan is vooruitgang, wie had dat ooit gedacht? Stilstaan is vooruitgang, wie had dat ooit verwacht? Stilstaan met elkaar is een teken aan de wand. Als we stilstaan gaat het kilometers beter in dit land. Op de A9 Gaasperdammeweg, daar staat in de richting Amersfoort-Almere 5 kilometer. A10 Amsterdam richting Zaandam voor de Koentunnel 4 kilometer. Het stinkt en stinkt er al maar meer in het ochtendspitsverkeer. Dus die zure stuurse koppen, nou die komen
heus wel weer. Iedereen moet straks zijn dinges in zijn uitlaat laten doen. Ben vergeten hoe het heette, maar het kost een zak vol poen. Maar de oliemaatschappijen worden hierbij weer ontzien. En de strijd om schone regen staat weer jaren stil nadien. Al die kale, kale bomen zijn straks tastbaar resultaat van het feit dat het de Shell dan economisch beter gaat. Hey, hey, Winsemius, bedenk dit even dus. Stilstaan is vooruitgang, ja, was het maar waar. Stilstaan is vooruitgang, nee, vergeet het maar. Stilstaan met elkaar is een teken aan de wand. Als we stilstaan, wordt het kilometers kaler in dit land. Heren, waarom worden er in België toch altijd vervroegde verkiezingen gehouden? Ik denk omdat ze bang zijn dat ze anders de stemmen niet op tijd geteld krijgen. Hier, voor mij er nog zo een. En geef meneer ook iets. Wil u er nog net zo een? Nog zo een? Wat moet ik met twee lege glazen? Dat is een goeie. Dat is een goeie. Ja. Nochtans is het een Belgemop, zoals gij dat noemt, van onze Urbanus. Ah, meneer is Belg. Een Vlaming. Oh, je hoeft je voor mij echt niet nog minder voor te doen dan jou bent, hoor. Kom aan een beetje, hè. Hm? Weet je wel wat Vlamingen zijn? Dat zijn Nederlands sprekenden die niet zo stom waren om zich op Nederlands grondgebied te vestigen. Huh? Hey. Ik wil trouwens de aandacht vestigen op een heel bijzondere toestand nu in België. Men spreekt soms een beetje smalend over het gezond verstand van de Belgen. Ik geloof dat wij het eerste Europese land zijn, zo niet het eerste land in de wereld, in de westerse wereld, waar na 4 jaar herstelbeleid de bevolking dat in ruime meerderheid goedkeurt. Wat een onzin, zeg. Belgen zijn zo stom dat ze net zo'n regering willen hebben als wij. Wat weten Hollanders eigenlijk van ons Belgen? Helemaal niets. En wat ze weten, dat weten ze beter. Zeg, zal ik jou eens een slag voor je kop geven? Oeg! Hij zegt, wat gebeurt hier? Weet ik veel. Die man laat ze zomaar van zijn kruk vallen. Die een rotzak heeft me geslagen. Ik je geslagen? Hoe kom je daar nou bij? Ik heb je met geen vinger aangeraakt. Ik zei alleen maar, zal ik je een slag voor je kop... Oh, zeg, hey, wacht eens, maar nou zie ik het ook. Mijn zaak uit. Mijn zaak uit? Mijn zaak uit? Of moet ik je er soms uit slaan, hé? Zeg, wat is hier aan de hand? Ja, die twee die laten zich zo voor hun kruk vallen. Kom, meneer, dat geloof u toch zelf ook niet, hè? Of wou u beweren dat dat Belgische voetballers zijn? Zal ik mij soms voor een voetballer uitmaken? Zal ik u eens een klap voor de... Aanstaande zaterdag zal minister-president Lubbers in de Haagse Houtrusthallen de uitslag in ontvangst nemen van het volkspetitionnement tegen de plaatsing van de kruisraketten. Hij zal dan worden toegesproken door Sini Strikwerda en Mient Jan Faber. En in zijn werkkamer op het Haagse Binnenhof is hij nu al bezig zijn antwoord voor te bereiden. Mevrouw Strikwerda, meneer Faber en sympathisanten. Mede namens het kabinet wil ik niet verhelen dat ik bijzonder onder de indruk ben van uw op zichzelf zo lofwaardige actie. Het aantal handtekeningen heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Het mag dus duidelijk zijn dat de regering de aversie die bij zo'n groot deel van de bevolking bestaat tegen de helaas noodzakelijke en onafwendbare plaatsing van de raketten in Woensdrecht, waartoe binnen ons kabinet inmiddels besloten is, dat de regering deze aversie duidelijk bij haar overwegingen zal betrekken. Niettemin hebben zowel de volksvertegenwoordiging als het kabinet hun eigen specifieke verantwoordelijkheid. Ook al vanwege onze geloofwaardigheid ten opzichte van onze bondgenoten en van de Russen. Het kan en mag niet zo zijn
dat het zo is, alsof het lijkt dat het zo is, dat de regering zich de wet laat voorschrijven door de bevolking. Dat zou indruisen tegen de democratische orde. En om die te verdedigen plaatsen wij nu juist de raketten in Woensdrecht. Niemand mag van ons verlangen, zelfs meneer Gorbatsjov niet, dat wij het regeerakkoord tussen CDA en VVD in de waagschaal zouden stellen voor een beetje beginnende wereldvrede. Dat zou asociaal... Nee, laat ik dat woord maar niet meer gebruiken. Mede namens het kabinet kan ik u de verzekering geven dat uw actie bij ons niet onopgemerkt voorbij zal gaan, maar dat wij die in tegendeel voor gezien zullen houden. Ik dank u. Zo. Daar kunnen ze het mee doen. Heren, de socialisten in ons land die verzetten zich tegen het plaatsen van Amerikaanse kernwapens hier. Maar de Franse socialisten die staan als één man achter de Franse kernproeven in de Stille Zuidzee. Hoe verklaart u dat? Ja, mevrouw, het schijnt dat iedere Fransman ervan droomt de oude gloire van de bekende Jour nog eens in één klap te willen doen herleven. Op het congres van de Franse socialisten werd de heer Ernu met groot enthousiasme begroet, ondanks het feit dat hij als minister had moeten terugtreden vanwege het laten opblazen van de Rainbow Warrior, met als slachtoffer slechts één dode van niks, zoals een socialistische spreker het daar uitdrukte. En wat leren wij daar dus uit, mevrouw? Ten eerste dus dat nationalisme veel gevaarlijker is dan socialisme, en ten tweede dat socialisme niet altijd gewoon maar socialisme is, en dat het Franse socialisme dus een typisch nationaal socialisme is. Slachtoffers tot nu toe, één schip, één Nederlandse fotograaf en één eiland, Muru Roa. Ga je mee naar Muru Roa? Waar de Zuidzee glinstert groen als smaragd en waar in stralende pracht een tropenverrassing ons wacht. Ga je mee naar Mururoa, vredig eiland onze dromen. Aan het brandend zand van dat zonnig strand is mijn hart verpand. Waar de Menamururoa minstrels zingen aan de boorden van de stille oceaan. Ligt een atol vol getelde zegeningen waar ik met jou heen wil gaan. Daar wil ik jou dan beminnen onder palmen op het strand, tot de proeven daar beginnen van monsieur le president. Ga je Menamururoa in de Zuidzee vredig als smaragd, waarin een stralende pracht een tropenverrassing ons wacht. Ga je mee naar Mururoa, vredig eiland onze dromen. Aan het brandend zand van dat zonnig strand is mijn hart verpand. Op het strand van Mururoa wil ik landen, waar de zon vanuit de hemel naar ons lacht. Tot het straks door Frankrijks glorieuze schande wordt vergiftigd en verkracht. Schepen zinken in de haven, Frankrijks nationale trots helpt de wereld te beschaven tot een kale naakte rots. Ga je mee naar Mururoa, in de Zuidzee vredig groen als smaragd, waarin een stralende pracht een tropenverrassing ons wacht. Ga je mee naar Mururoa, vredig eiland onze dromen. Een atol d'amour op de Franse toer naar zijn oude moer.
speelde hij ontelbare rollen, hij zag nooit citroenen aan voor knollen. Hij bracht het in zijn vak zeer ver, in vrije producties en bij de ster. Van zijn broers heeft hij op een hoge muts, onze gast van vanavond, niet Ton, niet Luc, maar Pieter Lutz. Ja, heren. Hallo, Pieter. Ja, goedenavond. Zeg, heb jij altijd al acteur willen worden? Nee hoor, niet altijd. Als kind wilde ik eigenlijk liever dokter worden, hè. Maar mijn vader vond het maar niks, dat doktersvolk, die lui die overal hun neus steken. Hij zei, leer je nu eerst maar zijn vak, wil jij maar toneelspelen. Nou, en toen ik dat eenmaal onder de knie had, toen zei hij, dan kan je altijd nog een keer voor dokter spelen. Ja? Ja, dat had hij heel goed bekeken. Kijk maar, dan zeggen ze, ja? Hè, één keer in die serie, en je bent hier in Nederland beroemder dan de Nobelprijswinnaar voor de geneeskunde. Ja, wat is dat nou voor een vergelijking? Die mensen in Zeggen ze aan zijn toch geen echte dokters? Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Kijk, als acteur kan je zo in je rol leven dat je bij wijze van spreken dan bijna echt een hele echte dokter wordt. Ja, ja, neem Sjoukje Hoornmaier. Ja. Die doet dat. In een advertentie prijst een knoflookmiddel aan tegen jeugdbuisjes en hoge bloeddruk. Hè? Terwijl de medische werking ervan net zo verzonnen schijnt te zijn als die hele serie, zeggen ze. Daar zit een luchtje aan, vind jij niet, Pieter? Nee, ik wil niet oordelen over collega's daar. We vertellen het niet door, man. Jongens, wat is dat nou? We zouden met Pieter praten over Pieter zijn carrière, human interest, weet je wel. Dan beginnen we over... Pieter, vertel ja. eens. Ja. Als jij nou... Stel, je zit in een toneelstuk, hè? Ja. En je moet op en net op dat moment krijg je een bloedneus. Wat doe je dan? Ga je dan toch op? Nee, doe ik net even mijn neusbloed. Ja. Zeg, maar het is toch niet zo gek van jouw vader dat hij je geen dokter wilde laten worden? Hoezo? Er lopen er nou 12 à 1300 werklozen rond in Nederland. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Hè. Als je werken wil, kan je dat. Dat kan je altijd vinden, dat zegt minister Rudy tenminste. Als je maar wilt. Wilt? Ja, wilt. Wilt? Ja, wilt. Mijn naam is dokter Poederbach, de huis- en huisarts. Valt u nog wat te genezen? Hé? Jawel, maar... Ja, natuurlijk, ik begrijp het al. Kijk dus, hier zijn mijn papieren. Oh. Aha. Juist, ja. Mag ik even? Houd uw linkerhand voor uw linkeroog. Wat staat daar? De wilde dokter... doet het aan de deur. Ja, ja. Mevrouw, de huis- en huisarts. Valt u nog wat te genezen? Oh, u komt als geroepen? Mooi zo. Ik heb al 4 keer de vervanger van mijn huisarts gebeld. Die voor de 5e keer dit jaar op vakantie is. Ja, ik voel me steeds zo misselijk. Ik zit eigenlijk een beetje in mijn rats. Kijken wij toch even naar uw rats? Dank u. Gefeliciteerd, mevrouw. En u weet het voor het geval dat. 2 halen, 1 betalen. Dag, dokter. Dag, mevrouw. Dag, meneer. De huis- en huisarts. Valt er wat te genieten? Nee, wat ziet u er smerig uit. Als ik het niet dacht, hè. Lekker zacht. Lekker zacht. Ja, lekker zacht. Wat is er aan de hand, Piet? Mevrouw, mag ik uw wasmiddel even zien? Ziet u wel? Ingebouwde wasverzachter. Dat is voor u. Ingebouwde uitslag. Ja, maar wat doen we eraan? Dit, mevrouw. Dank u wel. Wat krijgt u van de dokter? Dat is... Compagnon! Goedemorgen. De Wilde, apotheker. Ja, is mijn collega, de Wilde apotheker. Vlug, foutloos en voordelig. Vandaag kunt u profiteren van onze kennismakingsaanbieding. Bij een griepinjectie van mij... Van mij, een gezinsfles hoestdrank cadeau. Kijk u. Wel. Alsjeblieft. Dag, mevrouw. Morgen. Gezondheid. De dokter aan huis voor je wel en wee van je hiep, 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 santé.
Tja, volgens mij had je vader toch ongelijk, hoor. Je had beter dokter kunnen worden. Ja, ik weet het niet, hoor. Als ik het had gemogen, waar had ik dan die 200.000 gulden vandaan gehaald, hè? Wat zeg je? 200.000 gulden? Ja, om zo praktijk over te nemen, dan betaal je voor de goodwill van die andere arts 200.000 gulden. Ja, nee, maar dat wordt nou afgeschaft, toch? Ja, dat weet ik. De doktoren moeten tegenwoordig zelf hun goodwill verdienen. Ja. Nou, dat zal ze niet meevallen. Nou, met al die nieuwe ziektes, kijk eens op al die programma's, die praatprogramma's op de televisie. Ja. Ze komen er tekort aan. Oh ja, bijvoorbeeld? Nou, eetverslaving. Wat? Eetverslaving? Eetverslaving, ja. Er zijn mensen die zijn verslaafd aan eten. Ze hebben nu zelfs een stichting eetverslaving opgericht. Meen je dat nou? Ja, ze zeggen dat het allemaal psychische oorzaken heeft. Tenminste, dat zeggen ze. Dat eten. Ja, dat vele eten. En daar moet ik natuurlijk weer begrip voor hebben. Weet je wat? Je zoekt het maar uit. Gegroet. Over. Goedenavond, meneer. Kan ik voor u doen? Wat is het bestel? Gaat u gaan, meneer. Breng hem wel. In de eerste plaats maar een flinke hors d'oeuvre varié. Hors d'oeuvre varié. Maar met wat extra gerookte paling en extra ook gerookte paling. En zalm. En dan, ja, die romige vissoep. Romige vissoep. Hele mosselen en stukjes kreeft. Juist, meneer. Mag ik even wijzen op onze specialiteit? Kallersborst met kastanjepuree, aardappelpuree en spruitjes. Klinkt een beetje paffig, maar... Oh, ja. Vooruit, laat ik het maar eens proberen. Maar ik wou in ieder geval die entrecote van 400 gram. Gegrild? Nee, hier in roomboter gebakken. En vraagt u af de kok er alsjeblieft het vette randje niet afsnijdt, want dat vind ik het lekkerst. Zoals u wilt, meneer. Groenten. Tuinboontjes. Tuinboontjes, ja, met ham graag. Spergiebonen, bloemkool. Bloemkool, maar met een kaassaus. Kaassaus, ja. Natuurlijk. Nog een toetje. Griesmeelpudding met amandeltjes. Griesmeel. Maar gekookt in room. Is dat alles? Voorlopig wel, ja. Goed, meneer. En, neem dat couvert maar weg, want mevrouw heeft afgebeld. Uitstekend, meneer. Nou, als ik het zo zeggen mag, meneer, dat zijn geen halve maatregelen. Ja, een mens moet toch wat? Ja, dat begrijp ik. Mevrouw moest overwerken, directievergadering. Nou, het is toch een zegen om in deze tijd werk te hebben? Jawel, maar sinds zij carrière aan het maken is... Ja, bent u 40 kilo aangekomen? 35. Nou, dat is dan morgen 40 kilo en overmorgen 45 kilo... als u zich tenminste de mindere van uw vrouw blijft voelen. Ja, maar hoe komt u dan bij dat... Meneer, zoals u zit te eten, de ellende is toch van uw gezicht af te scheppen. Meent u dat nou? Jazeker, meneer. Kom nou. Hier zit een miskend man. Hier zit een mens die zich de man voelt voor mevrouw de directrice. Of wat zij dan ook is. Hier zit de Smit van Nelly Kroes, de Klaas van Beatrix. En dat vreet aan u. En daarom vreet u terug. Ja, toch? Nou, zo erg is het natuurlijk ook weer dat niet. Dat had u gedacht, meneer. Meneer, waar denkt u nu aan als uw vrouw in negligé ziet? Aan een lekker stukje vlees met een vette rand. Hoezo? Ik denk altijd aan een lekker stukje vlees met een vette rand. Daar heb ik u. Het dwangmatig denken bij hap en snap. Nou, meneer, u bent al ver heen. Mag ik u nou zo'n goede raad geven? Kop er nou mee. Ja, ik kan weet, ik zit tegen mijn eigen belangen in te praten, maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen als ik iemand zich stuk ziet eten aan zijn eigen frustraties. U moet uw eigen zijn accepteren in plaats van weg te consumeren. Denk positief over uw vrouw. Ik bezweer dat er honderden mannen zijn die haar een vrouw vinden om je vingers mee op te vreten. Ja, die zullen er wel zijn, ja. Nou dan. Zal ik nou dan maar opruimen? Ja, ga de gang maar. Maar wat moet ik dan? Nou, meneer. U belt gewoon uw vrouw op om te zeggen dat u haar komt afhalen. U koopt een bloemetje in het benzinestation. En dan trekt u gezellig samen een kroketje uit de muur. Zoals u vroeger deed toen zij nog eenvoudig was. En na de eerste hap zegt u. Jij bent oké, dus ik ben oké. Oké? Oké. Nou, dan ga ik maar. Nog wel bedankt. Hou, meneer, dat trappen wij niet in. Mag ik eerst nog even afrekenen? Nee, toch niet kwaad. Dat was ik helemaal vergeten. Alsjeblieft, houdt u de rest maar. En nog bedankt voor de tip. Nou, eens gelijk. En komt u gerust nog eens terug om niet te eten.
Wat dat? Wat krijgen we nou? Sorry, meneer. We grijpen nou goed, dan kon er niet vanaf blijven. Wat is er voor een maatschappij waar je als gediplomeerd psychotherapeut je boterham moet verdienen als ober? Gelukkig is mijn vrouw burgemeester. Anders konden wij niet eens rondkomen. Nou, vertel mij wat. Hier is hij weer. De vraagbaak voor de jeugd. Het voorbeeld voor de volwassenen. Oom Jan. Hoi, kinderen. Nee. Nee, dat is een beetje te tam, hè? Zal ik even overdoen. Hoi, kinderen. Sorry hoor, maar oom Jan is een beetje duf. Ik heb gisteravond bezoek gehad van mijn twee neefjes, Bartholomeus en Diederik van 12 en 14 jaar. Het was erg gezellig. Maar tjongejonge, wat kunnen die kinderen drinken tegenwoordig? Mijn hele krat bier is leeg en daar doe ik anders een heel jaar mee. Want oom Jan drinkt alleen maar een pilsje als het boven de 30 graden is en een glaasje sterk op zijn verjaardag. Gisteravond heb ik zelf dus helemaal niet meegedronken, maar voor de gezelligheid heb ik twee dozen rumbonen en een doos kersenbonbons leeggegeten. En daar ben ik me toch tipsy van geworden. Ja, dat is eens maar nooit weer. Oom Jan raakt geen drank meer aan. Gelukkig ben ik ook niet getrouwd, want je zult maar een schat hebben die hem altijd koud heeft staan. Hè? Dan doe je het vanzelf. Zeg, kinderen. Wat moest ik nou in de krant lezen, hè? Waarom gaan jullie nu al met drinken beginnen? Waar is dat goed voor? Je hebt toch nog een heel leven voor je? En later, als je werkloos wordt, is het nog vroeg genoeg. In mijn jeugd maakten we er alleen nog maar grapjes over. Dan zei ik bijvoorbeeld tegen mijn oudste broer... Willem, wil je een borrel? Ja? Moet je een windje onder water laten? Begrijp je? Leuk, hè? Ja, wij hadden vroeger geen drank nodig om te kunnen lachen. En jullie ook niet, hoor, kinderen. En als je nou toch echt eens een pilsje wil, neem er dan maar zo eentje als André Hazes. Kijk. Moest ik wel een meter van? Ja, ze hebben oom Jan ook gevraagd of die wilde meewerken aan een spotje tegen de kinderalcohol. Nou, dat heb ik natuurlijk graag gedaan. Let maar eens op. Jongens en meisjes van Nederland, wij staan hier in het dorpje Heinekensand, waar we met deze kinderen hier de proefproef gaan doen. Yeah! Ja! Ja! Kijk, hieronder staan twee dranken en jij moet kiezen welke je de lekkerste vindt. Even een blinddoek voor, dat proeft beter. Zo. Let op. En? Lekker. Ho, nee. Nou, eerst het volgende glas, hè. Ja, let op. Komt ie aan. Vies. Vies? En let eens op. Kijk eens. Het is pils. Ik begrijp niet dat ik het ook nog lekker heb gevonden. Kinderen, dit is het bewijs. En zullen jullie nu allemaal afspreken met ome Jan dat jullie niet meer zullen drinken? Ja. Dat hoeven jullie niet tegen je vriendjes te zeggen, hoor. Want dan lig je eruit. Dat begrijp ik ook wel. Dus gewoon stiekem niet drinken. Dat is het geheim dat je deelt met ome Jan. Afgesproken? Ja. Oké. Doei. Zuidlapjes. Mijn heren, hoe komt het toch dat je steeds meer leest over fraudes bij banken? Ja, dat zijn de veranderde tijden, meneer. Kijk, vroeger, in de goede oude tijd, was een bank net zo betrouwbaar als een notaris. En tegenwoordig is een bank net zo betrouwbaar als een notaris. Ja, dat kan toch allemaal maar. De VVD'er Joekes moet verdwijnen. Zijn club wil hem niet meer in het parlement. Het schijnt je aanzien ernstig te verkleinen als je in de VVD onkreukbaar bent.
Hij stond als één man niet naast Van Ardenne in die affaire van de RSV. En het onderscheid van goed en fout te kennen misstaat als het gaat om een lid van de VVD. Ja, dat kan toch allemaal maar, dat kan toch allemaal maar. Dat kan toch allemaal maar in Nederland. Dat kan toch allemaal maar, dat kan toch allemaal maar. Dat kan toch allemaal maar. Dat poedermelk in derde wereldlanden tot grote babysterfte heeft geleid. Weet iedereen, dus is het een grove schande dat men die nog verkoopt in deze tijd. Maar het ergste is dat onze ambassade in Ghana zich daarvoor gebruiken laat. Dat kan de nationale vlag slechts schaden, al heeft de Friese daarbij nog zo'n baat. Ja, dat kan toch allemaal maar, dat kan toch allemaal maar. Dat kan toch allemaal, allemaal. Waar in een stralende pracht, waar in een stralende een droppen. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Ho ho, daar trappen wij niet in, meneer. Mag ik eerst nog even afrekenen? Oh, neem die me kwalijk. Oh, die cent heb jij nog niet zo. Wat heet die, Jan? Ah! 1, 2... Meneer Strikwedaar, dat is dus mevrouw Strikwedaar.